Fuck uit niveaus. Zou je jezelf even voor willen stellen? Nee, eigenlijk niet. Ik ben 13 jaar. Nee, ik ben 14. Hoe lang is lang? Zo'n stuk al. Oké, okay, we zijn in Aquila en het is een ander soort video dan normaal gesproken, want ik heb nog steeds mijn enkel gebroken. We hebben Isa, Lucas, Wouter en Isa een interview laten doen over hun ervaring in het vrieren, hoe ze begonnen zijn en dat soort dingen. En dat gaan jullie nu zien. En wie ben jij? Ik ben Isa Jansen, ik ben 15 jaar en ik doe al 5 jaar vrieren. Ik ben Isa Smits, ik ben 14 jaar. Ik ben nu ongeveer 3 jaar, denk ik. Mijn naam is Wouter. Ik ben 25 jaar jong en ik doe al heel lang aan freerunning. Hoe lang is lang? Zo'n stuk al. Echt zo'n stuk. Nee, een jaar of 10. Ik denk dat ik 10 jaar train. Mijn naam is Lucas van der Weijer. Ik ben een freerunner uit de omgeving van Amsterdam. 23 jaar oud en voordat Koen het gaat vragen, ik train al een jaartje of 5 nu. Hoe ik ben begonnen, dus ik heb eerst turnen gedaan. Best lang. Maar uiteindelijk vond ik dat je benen moest strekken en je tenen recht. Dat vond ik persoonlijk niet zo leuk. Ik zat op turnen en toen had ik knieblessures, dus dat moest vanaf. En toen hadden mijn trainers voorgesteld om te gaan freerunnen. En toen ben ik dat gaan proberen. Eerst vond ik het niet heel leuk, omdat het met allemaal jongens was. Maar uiteindelijk vond ik het toch wel leuk. En toen ben ik daarmee gestopt. En toen ben ik gaan kijken naar welke sporten zijn ook leuk of een beetje uitdagend. En toen kwam ik ook langs een YouTube filmpje waar ze over daken gingen en zo. En toen dacht ik, dat wil ik wel proberen, dat ziet er wel vet uit. Heb ik ook 2 proeflessen gedaan en ik vond het heel leuk. En bij mijn derde les kon ik al een wallflip en dat vond ik ook heel vet. Daarvoor klom ik in alle bomen die je kan bedenken. Nou ja, niet alle. Sommige zijn moeilijker om in te klimmen dan andere. Dus ik klom in de meeste bomen en daar viel ik dan ook uit. Ik ben begonnen met trainen in meer in gymzalen en dat was echt 1 keer in de week. En gewoon 1 keer in de week sporten, zoals je dat ook met andere sporten doet. Kennelijk kon je ook dan rollen, zodat je de klap opving. Daar kwam ik 5 jaar later achter. Dus dat was leuk. En pas toen een vrierenhal vlak bij mij in de buurt werd geopend in Zaandam van Multimotion, dat was augustus 2020, ben ik echt fanatieker gaan trainen, ben ik meer gaan trainen, ben ik ook meer buiten gaan trainen. Ja! Maat! En toen ben ik meer van, hey, ik ben 1 keer in de week aan het vrierunnen naar echt te vrierunnen en de scene in en de sport in gegaan. Dat was gewoon buitenspelen. Dat wat een kind hoort te doen eigenlijk. Je kan met elke leeftijd instromen in het freerunnen. Het heeft wel voordelen en nadelen als je wat ouder bent. Een van de voordelen is dat je sterker bent, je bent fitter, je weet beter wat je lichaam kan. Dus in dat opzicht zijn sprongen en technieken onder de knie krijgen zijn makkelijker. Kijk, er zijn enorm veel factoren die hier een rol in hebben gespeeld. Wat ervoor gezorgd heeft dat ik ging freerunnen. A. Ik heb ooit de Prince of Persia Sands of Time game gespeeld op de PlayStation 2. Dus nummer B, Casino Royale kwam uit. Dat was ook heel vet. Daarnaast vond ik het altijd al leuk om te springen, te klimmen en alles wat daarmee te maken had. En dan leer je buiten heel snel op een steen dat je je knie niet moet gebruiken. Dus op zich was dat er al, dus dat is factor C. Factor D. Stunts Amazings. Best of freerunning video. Oh, dat pareltje was prachtig. Daar heb ik zo enorm van genoten. Toen wou ik dat ook gaan doen. Ik kwam er toen achter dat het een naam had. Dus dat was ook op zich wel fijn. Want dan was ik niet alleen maar de Mongool die aan het springen was. Van steen naar steen. Maar het had allemaal een naam. En uiteindelijk kwam Storm Volume 1. Die was er ook nog. En die, ja.
dat vind ik die 1 april grap van laatst vind ik eigenlijk wel heel vervelend. Dat ze Volume 2 uiteindelijk uit gingen brengen met een teaser. Our top story tonight takes us to the world of extreme sports, where a professional freerunning team has mysteriously vanished. Known for their jaw-dropping stunts, creativity and slick style, Storm Freerun have a reputation for thrilling fans all over the world. But now they seem to have defied gravity itself by disappearing into thin air. Dat het dan waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Ik wacht al 13 jaar op die video. 13 jaar. Dat is helemaal niet leuk. Ik voel dat er gevoel in zit. Ja, er zit heel veel gevoel in. Er zit heel veel frustratie in. Ik vond het gewoon een hele vette video. Ik ben geïnspireerd door die video. Het heette Volume 1, dus dan komt er een Volume 2. The search for Storm Freerun continues. Wouter, voor de jonge kids die... Een van de grote nadelen vind ik wel dat, dat vooral voor mezelf heel erg, ik durfde toen de tijd al minder omdat ik me meer bewust was van risico's. Dus daardoor ben ik heb ik minder snel progressie geboekt als dat ik misschien had gedaan als ik 10 of 12 was geweest. Omdat ik dan gewoon dingen had ingezet en nu denk ik ook wel eerst 3 keer bij na voordat ik wat inzet. Het evenement dat ik tot nu toe het leukst vond was toch wel Project Underground. Het tofste evenement vind ik denk ik het NK Freerunnen. Het meest vette freerunnen evenement is. For the Love of Movement winter 2016. Het meest vette freerunnen evenement. Ik ben naar een heel aantal evenementen geweest. Project Oslo Movement Gathering, On the Spot, For the Love. Maar degene die er voor mij echt uitspringt was de filmpremière van Project Next Gen. Dat is de documentaire van Max Ward. Project Underground is een evenement in Engeland waar je 3 wedstrijden hebt en dat is style, speed en skill. En ik heb toen meegedaan aan skill en style en ik heb mijn eerste internationale wedstrijd bij style gewonnen. Ja! En dat vind ik echt heel vet. Omdat ik daar Nederlands kampioen werd geworden en dat was wel een toffe ervaring. Dat was ook de eerste keer dat ik naar een groot evenement ging. Dus, nou, een eerste keer heeft altijd veel indruk. 300-400 freerunners of zo in één, ja, ze zeggen gymzaal, maar eigenlijk is het gewoon een pand wat bijna uit elkaar valt. Grote hal, volgebouwd met stijgermateriaal. De pro's van buiten kwamen ook. Kon je met z'n allen een beetje trainen, een beetje chillen, enorm veel kijken. De klassieke fout maken om de eerste dag van de 3 dagen te hard te trainen, zodat je daarna niet meer kan. Dat is heel vervelend, maar ja, die fout moet je toch een keertje maken. Waarbij ze met 11 teams naar Bilbao zijn geweest, dat is een bioscooppremière geweest van 3 uur, met daarna 3 dagen jam eromheen. Ik ben in totaal bijna een week in Londen gebleven. En dat was gewoon en een heel vet event, de vibes waren geweldig, het was heel leuk om iedereen weer te zien. En die gewoon met 300 freerunners in een bioscoopzaal een freerunfilm kijken is zo'n unieke ervaring die je bijna niet krijgt. Dus dat vond ik heel vet om mee te maken. En als je nu een land moet opnoemen waar je heel graag heen wil, welke zou dat zijn? Waar is die manpower gap? Die manpower gap, dat is in Parijs, Frankrijk. Naar Frankrijk. Naar Frankrijk. Oh my god, just look at it from the floor. Ik zou heel graag naar het evenement van Oslo willen. Oslo Movement wil ik heel graag naartoe.
graag om te trainen gewoon in Griekenland. Lijkt me wel vet. Santorini lijkt me ergens ook wel heel vet om heen te gaan. Welke niet eigenlijk? Eentje waar direct oorlog is, lijkt me minder handig om naartoe te gaan. Landen, evenementen waar ik graag naartoe zou willen. Ik ben meerdere malen in Engeland geweest, maar ik wil weer terug. Ik wil naar Spanje, naar Lissabon wil ik ook weer als het kan. In Portugal, Porto. Ik wil overal naartoe, weet je. Zo simpel is het ook. Ik kan een enorme lijst op gaan noemen, maar uiteindelijk wil ik het liefst gewoon op vakantie en dan een beetje gaan trainen. En dat dan met leuke mensen om me heen. Dus heb jij tijd? Ja, ik maak wel tijd. Oké, mooi. Ik heb namelijk heel veel tijd nu. Ja, als jij een poten stelt is, dan gaan we daarna wel een leuke vakantie doen. Moet je wel even voorschieten. Ik ben al in een ver verleden een keer naar Bilbao geweest in 2021. En ik zou er heel graag nog een keer heen willen. Dat is een hele vette stad waar je heel veel dingen kan. Echt een parcoursstad. En toen ik daar was, was ik nog lang niet zo goed als dat ik nu ben. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik daar nu allemaal zou kunnen doen. Als tip aan de dames wil ik wel meegeven dat je je niet moet vergelijken met anderen. Vooral niet met de jongens, want die zijn ook veel sterker. En dat ligt niet aan training, dat is gewoon, hoe is dat, genen. Ja. Mijn tip zou denk ik zijn aan die meiden gewoon niet opgeven, gewoon doorgaan. En als je voor je doel wil gaan, moet je er wel ook voor gaan en niet denken van, oh, ik ga het toch niet halen, dus ga ik er gewoon mee stoppen. Je moet wel echt voor je doel blijven gaan, want anders kom je er nooit. Iedereen maakt zijn progressie op een andere manier. En of dat nou langzaam is of heel snel, dat maakt allemaal niet uit. Want iedereen traint op zijn eigen niveau. En als je het serieus neemt, dan kom je er vanzelf wel waar je wil komen. Ik zou de jonge generatie willen meegeven als tip. Als je traint, train niet alleen de grote tricks, maar train ook op consistency. Ik heb heel veel atleten gezien, jonge maar ook oudere atleten, die hele vette tricks doen, maar altijd op hun hakken landen bijvoorbeeld. En daardoor hele zware blessures oplopen. En dat is een gewoonte die je verkeerd hebt ingetraind. Hoe bedoel je? Ik ben 25. Hoe bedoel je? Ik val niet meer onder de jeugd. Ik ben 25 jaar jong. Het komt allemaal niet vanzelf. Leer moeite doen. En zo simpel is het. Als jij ergens geen moeite voor doet, dan gaat het niet lukken. En als het wel lukt, als je er geen moeite voor doet, dan ben je er niet blij mee. En dat is het meest vervelende aan het freerunnen, is als jij een doel wilt hebben, moet je moeite doen om dat doel te behalen. En dat is heel frustrerend. Je wordt boos op jezelf, je onvrede, maakt niet uit hoe je het allemaal wil gaan noemen. Maar uiteindelijk heb je dan misschien dat doel behaald. En zelfs dan kan het nog vervelend voelen, omdat het eerder had gekund. Dan kun je weer doorgaan om die vorm van trotsheid bij jezelf naar boven te halen. En voor trotsheid is gewoon moeite nodig. Anders dat gaat het niet lukken. Dus dat is moeite doen, weer moeite doen.